Tijlers Hofje is van 1787. De nalatenschap van Pieter Tijler van der Hulst was hier goed voor. Pieter Tijler bestemde zijn hof voor eerzame dames van boven de 70. Het hofje heeft een neoclassicistische façade. De entree wordt geflankeerd door Dorische zuilen. Wat moeten die eerzame oude besjes zich klein hebben gevoeld als ze door die reusachtige poort naar binnen gingen. Thans wonen er ook alleen vrouwen, maar die zijn algemeen wel wat jonger. Over eerzaam wordt niet meer gesproken. Het hofje telt 24 huisjes, gelegen rond een binnentuin. In het hoofd- of voorgebouw is een beheerderswoning en een regentenkamer te vinden. Het ontwerp is van architect Leendert Viervant.